Dames en heren, voor u zit klaar het NHJVO, oftewel Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest. Het is altijd even een truc om snel op het podium plaats te nemen, maar we zitten er klaar voor en we openen met Fanfare Pour Procédé Le Paris van Duca. En een echte fanfare opening, dus luistert u naar het NHJVO met de fanfare. Dames en heren, zoals jullie zien, het is allemaal live. Want die baton die bleef achter die lessenaar hangen. En ik vond wat ik eerst net. Gelukkig heb ik van de week net een verzekering achtergesloten. Daar kon iemand ermee in het oog of in de arm steken. Dus het, dat komt helemaal goed. Maar dat ging gelukkig zo. Daar hoeven we nog geen aanspraak op te doen. Hartstikke mooi dat we hier vanavond mogen zijn. De gast bij Hou en Trouw. En natuurlijk ook bij Alkmaar Brass. Ik vind het heel erg leuk dat ik bij jullie allebei al een keer te gast ben geweest. We houden trouw, heb ik het groot koper al over een groot instrument al een keer mogen drillen, noem je dat. Nou, bij Alkmaar Brass heb ik dat met de hele band een aantal keren mogen doen. Ik vond het hartstikke leuk. Leuk om jullie vanavond zo hier in het net op z'n zondags te zien. Zo op een vrijdagavond. En wij gaan ook nu een groot werk voor jullie spelen. Specifiek voor het medium van varen, zoals de Brassband dat voor de Brassband heeft gedaan. Ik vind het wel belangrijk om dat met dit orkest te doen. En wat leuk voor de Brassband mensen is dat het een stuk van Jan de Haan is. En ik ben natuurlijk jarenlang dirigent geweest van Soli Brass in Leeuwarden. Fantastische resultaten meegehaald. Het is ook fantastische Brassbandmuziek trouwens spelen. Misschien was leuk voor Alkmaar Brass om in de gaten te houden. Maar het is een stuk wat misschien wel het meeste past bij de heer Westendorp, de S-bassist van Alkmaar Brass. Want het stuk heet Land of Wind and Water en het gaat over een streek in Friesland, het Heidenskip. En volgens mij is de heer Westendorp, ik weet zo snel niet waar hij zit. Ja, hier vooraan, oh helemaal achterin. Ja, maar die is daar geboren en getogen. Nou, Wim Wintema, die Westbas speelt, komt er vlak vandaan uit Borkum, ik dan aan de andere kant uit Kouden. Dus wij kunnen ons die streek helemaal voorzetten. We zijn met het orkest ook een aantal keren in Kouden op studieweekend geweest. Dus het orkest kent die streek ook. En voor de mensen die de streek niet kennen, het was vroeger een moerasachtig gedeelte. Er was eigenlijk bijna helemaal niks. Er was alleen maar een zandweg die er doorheen liep.
armoedetroef. En het begin van het werk beschrijft die leegte dat er bijna helemaal niks is. En gaandeweg komt er meer en gaan de mensen het land verbouwen tot vruchtbare landbouwgrond. En zo heet het eerste deel dan ook, van from swamp to fertile ground. Dus van moeras naar vruchtbare grond. Nou, er gebeurt van alles dat ze met tractoren op dat land gaan. Vervolgens gaan we naar het tweede deel, dat beschrijft het pastorale leven, het kerkelijk leven en de gemeenschapszin waarin het dorpje van die 300 inwoners. En dat gaat over in het snelgedeelte waar de moderne tijd eigenlijk wordt gesymboliseerd. Let op met de water. Wat verder ook bijzonder is, is dat de vereniging waar het voor geschreven is, is dat Jan de Haan zijn allereerste orkest was. Ik heb verhalen gehoord dat hij een jaar of 17 was en dat zijn vader hem op de brommer naar de repetitie bracht en dat hij dan zijn benen in de fietstassen van de brommer had. Zo ging dat dan, 17 jaar. Hij is daar niet lang gebleven, want na een paar jaar kreeg hij al zijn aanstelling bij Solly Brass, waar hij dus wel 30 jaar is gebleven. The Land of Winterwater, Jan de Haan.
Thank you.
Thank you.